dat dit bijna 5000 jaar oud is. Dat is toch wel geweldig dat we dat hier gevonden hebben in Twello. Dat er zo mooi uit ging komen dat, dat had niemand durft dromen. Een geweldige vondst in Twello. Tenminste, als we de archeologen mogen geloven, want zeg nu zelf. In het graf is niet meer te zien dan een paar stenen voorwerpen met daartussen een vaag zwart streepje. Dat streepje is een man geweest die hier 5000 jaar geleden is begraven. Je zou het bijna niet geloven. Dat kan ik me voorstellen, maar het is wel een heel oud streepje en ook een uniek streepje. Door de zuurtegraad van de bodem vergaat het lichaam wat erin ligt en vind je op een gegeven moment helemaal niks meer. En het is nu heel uniek dat we die bruine strepen nog hebben, wat echt de restanten van de beenderen zijn. En in de meeste gevallen zijn die ook zo erg uitgeloogd dat je daar niks meer van ziet. Er wordt hier in Twello een nieuwe woonwijk gebouwd. Tijdens het verplichte archeologische onderzoek kwam het graf aan het licht. Het is vermoedelijk van een belangrijke man. Gezien de grafbijgaven die er gevonden zijn. Die beker, daar wordt aan gedacht dat daar een soort alcoholische drank in zat. En de gereedschappen en het vuursteen en mes. Ja, je kan het zien als gebruik voor een leven hierna. Het hele graf wordt in een grote stalen kist opgetild en naar Halen in Limburg vervoerd. Daar wordt het graf verder onderzocht. Als dat is gebeurd, wordt het geconserveerd en keert het terug naar Twello. En daarmee blijft het in de vorm behouden. En hoop ik dat wij het dan kunnen tentoonstellen, bijvoorbeeld in een vitrine, zodat iedereen het kan zien en het ook blijft zoals het nu gevonden is.